ja, vandaag gaat ons Kelly dus Odessa doen. Kelly, dat is mijn vriendin. Ja. Allee, ja, vriendin. Het is niet voor niks dat ze mij sneller reden noemen. Ik pak nog alles wat ik kan krijgen, natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja. Maar mijn zuster liefde nog een onwaarschijnlijke nummer al gedaan. Zo tegen de zenuwen. Daar weet ik helemaal niks van. Ik ben met een trap naar boven gekomen. Oh ja, ik weet het, jammer. Het was niet meer ja. Maar ik voel me direct een heel pak rustiger, natuurlijk, omdat je... Hey, die gaasse vuile. Ja, maar Kelly, ik bedoel, vraag die zus dan aan. Kijk, kom maar binnen. Oh, nee, dat scheelt niet veel. Goeiedag. Ik ben Kelly van Snel en Eddy. En ik heb eens in de flyer gelezen dat je voordat je begint te zingen heel goed je stem moet losgooien. Oké. Oké, ik ben er klaar voor. Ik zal nu voor jullie een liedje zingen van een zangeres waarvan ik van denk dat jullie ze niet zo goed kennen. Namelijk Céline Dion. Voilà. Het is binnen, ons Kelly. Ja, ik denk wel dat ze een goede kans maakt om je al tweede ten draad te worden, want... oh ja, zij dicht. Dat is goed om te eten. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Natuurlijk, zo'n klote jury, je weet het nooit. Pas op, als die ook maar één verkeerd woord durft te zeggen, dan zullen ze direct eens kennis maken met een extreemrechtse kant van de snelheid. Once more, you'll open the door and you'll hear in my heart and my heart will go on and on. Vooral die klanen met dat brillenkastje op en zijn vlaam mopjes. Manneke. Dat is moeilijk, jongen. Daar zoek ik zonder problemen op kunnen kloppen. Ja, Kelly, je hebt zo net een oude muzikant heel gelukkig gemaakt. Je hebt een ongelooflijke frisse uitstraling. En die Cremo Beur van de platenfirma, jongen, als die ook maar één verkeerde opmerking durft te geven over die van ons, jongen, ik sla hem zo plat als de cd'kens dat hem verkoopt. Oh, zeg, spogen boot dat hem dat ziet. Ja, in één woord, geweldig. Je hebt présence, je staat daar, je vult de hele kamer, je kan ontroeren. Kelly, ik wil nog meer van jou zien. Die blonde greet met een blauwe bril op. En mij. Die mag bij Maatloos wel eens komen jureren, zien in de slopkamer. Daar heb ik niks op tegen. Maar de rest... Ik heb toch nog wel een opmerking over jouw look. Ik vind... Ja, tot in Gent, dat... Kelly. Oh, in Gent? Is dat volgende week in Gent? Er is niemand die mij ervan verwittigd heeft. Oh, jullie weten niet hoe gelukkig dat jij mij maakt. Ik ben nog nooit in Gent geweest, dankjewel. Wat? Ze gaan blijten? Oh, die... Roos, doe maar. Ik zit sneller in dit huis en ik kon er beter een nummer laten zien. Ben de jury, Jeannette. Wat zit ik er te lachen, jongen? Stukje pretentie van een platenbas van mijn kloten. En ga, jongen, ga uit de smoel om strand op te sorteren. En ga niet naar de man. Hoe is het mij aan? Komt er van artikels? Zeg, ik zal er van dingen van als een trio te doen samen met ons Kelly. Pas op, Kelly moet er niet per se baas in zijn, hè.